Dank u wel. Ik wil mijn tijd graag gebruiken, voorzitter, om een mail, althans een deel van een mail, voor te lezen van een van de mensen uit de frontlinie. Vanaf mijn 17e ben ik werkzaam geweest in de zorg, in de meest bizarre situatie terechtgekomen. Van leven tot dood en alles ertussen. Niets was mij te veel en al het werk werd met liefde en volle overgave gedaan, 24/7. Daar waar ieder ander gezin samen kerst vierde, zaten wij op straat met een boterham, nooit wetende of je weer op tijd thuis zou zijn. De eerste voetbalwedstrijd van mijn zoon gemist, ouderavonden, feestjes, partijen, etc. Dan is het 2020, een pandemie is uitgebroken. Als een van de eerste raakte ik besmet tijdens mijn werk. Niemand in mijn omgeving is ziek, enkel ik. Erg zieke patiënten gezien waarvan we toen niet wisten wat we nu wel weten, ondanks dat RIVM en VWS wisten wat er speelde in de wereld. Hadden zij hun werk gedaan, waren mijn protocollen aangepast en had het vliegtuig met beschermingsmiddelen nooit zijn vlucht gemaakt naar China. Nu ben ik mijn baan kwijt. 28 maanden later zit ik voor 100% in de WIA WGA en heb al 16 maanden inkomensverlies en word al 28 maanden niet beter. Los van het belachelijk slechte medische beleid met betrekking tot long-covid in Nederland en het ontbreken van enige serieuze biomedische studiesubsidies vanuit ZonMW, anders dan enquêtes, laten de huidige ministers ons vallen als een baksteen. Ondanks gesprekken met minister Helder, geen enkele urgentie, excuus of begrip, anders dan applaus en de woorden waardering en respect. In ons gesprek durfde minister Helder zelfs tegen ons te vertellen dat zij ook in de frontlinie had gestaan. Wie denk je dat er in de provincie mondkapjes aan het rondrijden was? Dit vergeleek zij met ons werk. Een misplaatste opmerking. Jaren gediend voor de maatschappij, nooit iemand in de kou laten staan. En nu dit, met als bevestiging de brief die jullie kregen, wij als Kamer, naar aanleiding van ons gesprek met de minister en de belofte dat we buddies kregen. Mijn buddies zitten thuis, vrouw en zoon. Mijn buddies zitten bij de vakbonden. Mijn buddies zitten in de Kamer. Pieter, Caroline, Nienke en Henny, die altijd reageren. Ik was er voor jullie, wees er nu voor ons. Erkenning, compensatie en biomedisch onderzoek. En geen compensatie voor de werkgevers. Wij bloeden en zij krijgen de pleister. Getekend Roger Slijper namens alle mensen die in de frontlinie zijn besmet met COVID. Dank u wel. Dank u wel. Het woord aan mevrouw Bikker, ChristenUnie.